Jetzt geht's los! Hou jij van veel bier, lekkere braadworsten en veel spaas? Dan moet je hierbij zijn! Op 1 oktober 2016 vindt het grootste Oktoberfest plaats uit de regio. Rob Hendricks van Toamus. Ja, klopt. We zijn hier bij MSC Den Haalburg. Nog geen 2,5 week gaat het hier gebeuren. Ja, Hans, we hebben er enorm veel zin in. We zijn bezig met een heel mooi Oktoberfeest te realiseren voor Altena en omgeving. Dus we gaan hier, zoals je ziet, in de Aalburg gaan we een heel mooi Oktoberfeest doen. Het wordt omgetoverd tot bierstuben. Het wordt een feest wat wordt voor jong en oud. Dus iedereen vanaf 18 en ouder kan daar komen en gezellig komen feesten en lekker een biertje komen drinken. Er kunnen er ook heel wat komen hier zo, want we hebben een immens gebouw, heel veel parkeerplaatsen, dus de mensen mogen komen. Ja, inderdaad, dat klopt helemaal. We hebben potentie genoeg om er heel veel in te doen. We mogen tot van de gemeente tot 1500 personen, dus dat is heel erg veel. En we hopen dat ook met de hulp van iedereen te realiseren. Dus ja, als het allemaal goed gaat en het gaat goed komen, dan denk ik dat we dat wel gaan halen. Dus dan komen er 1500 mensen hier een gezellige Oktoberfeestavond beleven. En ik denk dat ze een perfecte organisatie kunnen verwachten. Dat begint al bij het parkeren. De mensen worden allemaal keurig opgevangen. Ja, het begint bij het parkeren. Zoals wij vinden dat er goed feest betaamt. Moet er iemand staan die de mensen ontvangt. Die de mensen welkom heet. Ja, als de mensen binnenkomen begint eigenlijk het feestje al. Als je daar ziet dat je gaat straks de Aalburg in. Ja, vanaf dat moment voel je al dat je in München bent. Dus dat gevoel willen we eigenlijk heel avond doorgeven aan mensen. Moet gewoon van A tot Z met gevoel, het Oktoberfeestgevoel kloppen. Met onder andere optredens van de Alpenzusjes, Dieter Koblenz, Jeroen van Zelst en een speciale act, Das Festteam. Deze bierstube vindt plaats in de Aalburg in Wijk en Aalburg. Info, kaarten en bustickets zijn te koop via altenaoktoberfest.nl. Hallo allemaal! Hey, hallo! Wij zijn de Alpenzusjes. En wij treden 1 oktober op. In Wijk en Aalburg. Om 11:30. Ja, in een hele leuke feesttent. Het is namelijk het Oktoberfest Altena. Ik zeg, trek aan die lederhozen! Oh ja, neem die bierpullen mee. En we gaan naar voren en naar achter met z'n allen. Hoe meer mensen, hoe voller de tent. Ja, hoe groter het feest. Dus, be there. Be there, ben erbij. Ik zou zeggen, tot dan. Doei! Doei! Dan staan we hier in het prachtige sporthal. Er wordt hier nu nog heel erg gesport. Dat gaat straks er heel anders uitzien, Rob. Ja, inderdaad. Zoals je nu kunt zien zijn we nu nog lekker aan het basketballen. En straks komt hier aan deze kant ons hoofdpodium. Er komt een heel groot podium te staan met een mooie grote catwalk. Zodat de artiesten ook echt tussen de gasten kunnen gaan lopen. En het gaat ook veranderen in een hele grote bierstuur. Ja, je kunt het nu niet herkennen. Zoals je de vloer nu ziet wordt het helemaal anders. Er komt lekker tapijt op. De zijkant wordt helemaal afgehangen met doek. Er komen houten bar in. Aan de achterkant komt een heel groot VIP-dek op 1,20 meter hoogte. Dus het gaat helemaal veranderen. Je herkent er straks niks meer van terug. Hallo! Hallo! Wir sind das Festteam! Festteam. Wir kommen nach Holland. Ja, sehr bin kort. 1 Oktober. 1 Oktober. Wijk und Aalburg. Wijk und Aalburg. Bist du dabei? Guck mal auf die Website. www.altenaoktoberfest.nl. Bis dann. Kann nicht mehr warten. Servus. Servus. Bis dann. Ja, we hadden het al over een stukje catering, Rob. Ja. Straks is er niet alleen dranken, er is ook straks voldoende mogelijkheid om wat te eten hier. Ja, we gaan hier echt ook een heuse foodcourt bouwen. Dus dat wil zeggen dat mensen gewoon lekker een bordje kunnen bestellen. Dus het kan halve kippen zijn, het kunnen braadworst zijn, het kunnen hamburgers zijn. Dus allerlei Duitse gerelateerde artikelen die mensen hier lekker kunnen bestellen. En zowel voor de VIP's als voor de gewone mensen, die kunnen dat gedurende de avond gewoon lekker een bordje eten. Dus dat is wel heel erg fijn, denk ik, en heel erg leuk. Mensen kunnen lekker een biertje bestellen, lekker ontspannen, dus echt gewoon lekker voor de mensen. Een compleet verzorgde avond voor maar 15 euro. Ja, compleet verzorgde avond voor eigenlijk maar 15 euro. Dus ik zou zeggen, proost. Proost, op een mooie avond. Succes. Dankjewel, het gaat helemaal goed komen. Met onder andere optredens van de Alpenzusjes, Dieter Koblenz, Jeroen van Zelst en een speciale act, Das Festteam.